je go aan. Jij gaat nu zelf heel ver gegaan. Ja. Heb deze gewoon thuis, hè? En die semeleer tegen Anwar. Oulay Tjaip. Oké. Soms hebben we dat van... Moment zie je, ik zei wel. Ja. Dat dit was het. Weet je wat er is gebeurd? Wat is gebeurd? Jij zegt het goed. He poked the bear. Precies dat. Precies dat. Yeah. Hij heeft me geïrriteerd persconferentie. Ik zeg het je eerlijk. Kijk. Semeleer zei ook van, luister dan, de laatste die dat bij mij deed. Myrtle gooide zijn bel, ja, toch? Ja, ja. De laatste die dat bij mij deed was Myrtle. Jullie zien hoe dat is geëindigd. Ja. En dan nu kom jij, young boy, drie partijen. Kom je tegen mij zeggen, ik ben een puntentikker. Ja. Ik zeg je ook echt eerlijk. Ik vind het niet eens de schuld van Anwar. Of niet de schuld. Ik vind het de fout van Glory. Maar noem je het de fout van Glory? Want kijk, het zijn een aantal partijen die hier aan meedoen. Kijk, iemand schrijft het concept. Mm-hmm. Iemand bedenkt voor hoe House of Glory eruit moet zien. Ja. En we hebben het al heel vaak hier gezegd op de bank. Ja, ja, ja. Ze hadden niet, in mijn ogen, ze hadden niet de kampioen van House of Glory meteen tegen de kampioen te zetten. Eens. Want je zet daar eigenlijk eind B-klassers, begin A-klassers zet je neer. Die gaan tegen een kampioen. Ja, maar dat is. Maar degene die dat geschreven heeft, weet volgens mij niet. Of is misschien zelf geen kickboxer. Ja, maar Glory accepteert het toch? Aan de ene kant, ja. Natuurlijk. Maar. Ik weet wat je bedoelt. Kijk, Glory accepteert het. Er is een partij die betaalt. Die heeft vaak te vertellen. En dat is misschien, denk in mijn ogen, misschien hadden ze het anders moeten doen. Nee, tuurlijk. Ik wil niet zeggen dat Glory een schuld heeft, maar het was geen handen gezet om Anwar tegen... En hij zei het ook in die interview. Hij zei, toen ik met House of Glory meedeed, toen Mario ging interviewen, zei hij van, in het contract staat, ik moet gewoon tegen de kampioen. Snap je wat ik bedoel? En dan snap ik wel dat je gewoon de kans pakt. Natuurlijk. Tegen de kampioen. Tuurlijk. Als we naar de statistieken gaan kijken. Zou je het nooit doen? Nee. Onderschatten ze Andy dan niet? Nee, kijk. Ik had. Weet je ik nog? Denk toen, de hype. Weet je nog toen wij hype. Naar. Toen de onze jeugdvechters vroegen van. Hey, we gaan naar YFL. Weet je nog? Youth Fighting League. Weet je nog? Ja. Jaren terug hadden ze me gevraagd. Kom, we gaan er naartoe. Ik denk dat was 5-6 jaar terug. Ja. Toen zei ik van nee, man. Ga ik niet doen. Ja. Weet je, dus bij Youth Fighting League. Ja. Daar hebben ze bijvoorbeeld dat degene die zijn eerste wedstrijd vecht. Ja. Die kan ook tegen iemand die 30 wedstrijden gevochten heeft. Nou, toen kwamen die ouders van, nee, we willen wel. Ik zeg, nee, want toen had ik ze uitgelegd. Daarom doe ik het niet. Ja. Uiteindelijk hebben ze me overgehaald. Ja. Zijn we naartoe gegaan met, ik denk, 4 of 5 jongens. Ja. Hey, wat een verschrikking. Ja. Mishandeling was het, mishandeling. Ja. Onze jongens kregen mishandeling van je welste. Ja. Dat is in deze situatie ook. Mm. Anwar is een goede jongen. Anwar heeft talent. Anwar gaat er wel komen. Alleen, hij moet rustiger gebracht worden. Weet je? Want wat Cookie vorige keer heeft meegemaakt... Ja. Eigenlijk kan je bijna zeggen... dat heeft Dinges nu ook meegemaakt. Ja. Ja. Je komt ineens in een grote zaal. Er zijn in één keer foto's worden hier van je gemaakt. Interviews. Iedereen wil wat van je weten. Persconferenties. Het gaat de hele wereld over nu. Precies, dat zijn we in de auto. En je moet het in de benen hebben. Ja. Je kan het niet leren. Je kan het niet trainen. Je komt op. Je moet nog 3 minuten wachten voordat zijn tune opkomt. Begrijp je? Normaal vecht je in zalen van 200-300 man. Nee, begrijp je? Je moet het in de benen hebben. En Andy heeft dit zo vaak gehad. Ja. Hij is al vaker in grote partijen gegooid. In diepe gegooid. En dit is... Maar... Ga je aan? Sorry. Nee, ga maar. Ja, maar dat heeft Anwar misschien niet meegemaakt. En ik denk, mochten ze House of Glory weer doen, zouden ze dat even een klein beetje bij moeten stellen. Want ik denk namelijk, als zeg je tegen de winnaar van House of Glory van, je krijgt 3 partijen. Laten we zeggen, 1 in de prelims en 2 in de hoofdkaart. Ja. Hey, iedereen tekent ervoor. Ja. Dat bedoel ik ook. Ja. Ik denk, en dat zeggen wij al heel lang, ik denk dat Anwar er meer aan het gaat als hij, bij wijze van spreken, een geldbedrag had gehad. Ik weet niet of je wel of niet hebt gehad, maar ik noem maar wat. Een geldbedrag, alles is de 10, 20.000, een geldbedrag. Van hé, dan kan je sowieso
ik noem maar 3 maanden trainen zonder dat je hoeft te werken, enzovoort, enzovoort. Heb je geen financiële zorgen. Voor dat stukje, hè? Niet je leven lang, maar voor dat stuk heb je geen financiële zorgen. Ik krijg sowieso 3 wedstrijden. Ik denk dat hij daar meer aan heeft. Dat, want kijk, als Anouar nu niet een sterke persoonlijkheid is, juist, of heeft, ja, breekt zo'n jongen. Ja. Breekt zo'n jongen. In principe, wij kunnen nu ook zo'n jongen breken door bepaalde dingen te zeggen en te laten zien en beelden en zo, weet je. Maar ja, daar heeft hij niks aan. Juist. Weet je, dus ik denk dat hij daar meer aan had gehad. Ja. En daarnaast, hetzelfde zeg ik ook, en dat bedoelde ik eigenlijk ook met Tijani. Andy, je hebt toch Raymond, ik begin hem volgen toch, toen je zei van, hey, kijk, deze gaat opkomen. In die tijd, toen volgde Damien nog. Ja. En toen, Bad News was eigenlijk Bad News Baia. Ja. Je had Bad News Baia. Ja. Damien zei me toen, hey, maar er is een andere Bad News, Andy. Ja. En toen had hij ook een keer een toernooi gewonnen in Dubai of zoiets. Ja, ja, ja. Dus toen volgden we hem al. En je zag, deze jongen gaat er komen. Deze man, hij kan echt vechten. Hé, hey, die cv ook, hè. Weet je nog, we gingen nog kijken. Hij heeft tegen gasten als Superbon gevochten. Hey. Die breekt nu botten in One of C. Ik zeg al, die CV is niet... En, dat is niet... en die ervaring... Ja. En kijk, en hij is heel humble, hè. Ja. Ja. Hij is heel humble. Ja. Dit keer wordt hij iets minder humble. Nee, maar dat is die poke de beer. Ja. Die dag daarvoor, wat ik... En ja, kijk, Multan had het ook gedaan. Ja. En Dinges maakt diezelfde fout, hoe heet die? Anouar. Ja, de punten tikken. Iedereen zegt het. Ja, je gaat zien. Ik kijk, kom aan de andere kant. Aan de andere kant het was mooi. Een beetje ten defense van Anouar. Ja. Moet je ook... Dat willen we eigenlijk wel horen. Ja, klopt. Wat hij zei. Ja, dat willen we wel horen tijdens de persconferentie. Ja. En niet die hele humbleheid. Ja. We willen ook horen van ik ga je slopen, blablabla. Bla, bla. Alleen je moet het tijdens de wedstrijd moet je het wel kunnen laten zien. Ja. En dat kan bijna niet. Nee. Dat kan bijna niet. Kijk, ik moet wel zeggen, die eerste links-rechtsdirecte van Anouar was wel top. Ja, maar kijk. En toen zeg je Andy zo van, oh. Okay. Hij ging een beetje lachen zo van, oh. Ja. Nee, maar kijk. Weet je wat het is? Hij zei het ook tijdens die interview. Hij zei van, ja, eigenlijk, hij liep bewust een beetje naar hem toe. Even kijken, voelen. Yeah. Weet je aan wie hij me eigenlijk een beetje doet denken? Wie? Andy Semele. Nou? Hij doet een beetje denken ook aan Daryl, hè? Zeg man. Ja, man. Kijk, Daryl was ook iemand die... Die kan gewoon stoten opvangen om te kijken van, oké, wat doet die man? Ja, en ja. Alleen, hij is veel afwachtender. Ik vind van niet. Hoe geweldig Daryl ook is, tijdens de trainingen en tijdens het sparren, hoe geweldig hij ook is. Ja. Ik zie hier een andere jongen, want deze jongen laat het tijdens de wedstrijden zien. Ja, oké, maar dat is Daryl, wedstrijd en, dat zeg ik vaak, hè, met sparren. Ik weet niet of er mensen zijn die Daryl echt aankunnen sparren. Ja, ik moet wel zeggen, daar hebben we niks aan. Hebben de kijkers ook niks aan. Ja, nee, dat klopt. Weet dat je, klopt. Want ze denken, maar wie is die jongen? Nee, maar in ieder geval, hij zei tegen mij, of tenminste, hij zei in die interview, hij heeft bewust even die links-rechts opvangen, kijken hoe hard hij stoot. Ja. En hij dacht van, oké. Is dit het? Ja, is dit het. En je hebt toegezien. Want hij heeft hem eerst meteen geraakt met een hoek, toch? Ja. Hij had, met een crosshoek achter. Daar raakte hij mij al eerst mee. Toen daarna was het... Hij kwam ook goed door met die opstoten. Kijk, ja, die twee keer gewoon een opstoot toch achter. Ja. Maar maakte hem ook zo, toch? Of? Ja, kijk, dat legde ik ook uit in het programma. Ja. Kijk, als je hand zo houdt en iemand heeft zijn dekking dicht. Ja. Maar is je hand op deze manier, en er zit de handschoen natuurlijk omheen. Ja. Is je hand breder. Ja. Doe je hem zo, dan schiet je er gewoon doorheen. Dan schiet je er gewoon doorheen, boem, op iemand zijn neus. En kijk, ik ben blij als je zijn neus niet gebroken hebt. Ja. En kijk, en dat zei ik gisteren ook, man. Ik zei tegen Melvin, Mel zat heel dwars te zijn. Dit was niet nodig, namelijk. Nee. Deze klappen had hij niet hoeven te hebben. Nee. Want kijk, en weet je, het is... Semeleer is niet zomaar een kampioen. Ja, is net als Wissen. Yeah. Wissen is niet zomaar een... een kampioen. Een kampioen. Yeah. Ja, hij heeft hem gehad of wat. Yeah, niet zomaar een kampioen. Hij is technisch begaafd. Semeleer, technisch begaafd. Dat zijn kampioenen die echt... Tijani, technisch begaafd. Ja. Dus daar wandel ik niet zomaar overheen. Nee. Begrijp je? Zelf niet met een dosis geluk. Yeah. Kijk, omdat ze kunnen kijken. Weet je, het is, die hele rij onder Tijani... wint hem niet zomaar. Die hele rij onder Semeleer wint hem niet zomaar. Yeah. En dan moet je aan nadenken van... maar kan iemand die 3 A-klasse partijen vervochten de afgelopen paar maanden... kan die het winnen van deze jongen? Dit had alleen maar geluk kunnen wezen. Factor geluk had zo groot moeten zijn. Ja, echt. Gigantisch. Gigantisch. Maar dat is omdat die gasten...
Hun kunnen ook nog, die hele reeks wat je net hebt opgenoemd, hun kunnen ook nog stoten ontwijken. Dus niet alleen geven, hun kunnen ontwijken. Dus en blijven ze, kijken. Ja, voordat je ze hebt geraakt. Ja. Die hebben het in de benen. Ja, ja toch. Ja, die zijn zo kilometers. Ver, ze zijn zo ver nee. voorop. Yeah. Anwar, dat is hij, lastig. Is lastig. En dit zeg ik, hè. Dit zeg ik alleen om Anwar te beschermen. Juist. Ja. Niet om hem nog meer de grond in te trappen. Ja. Ik vind, als ik vooraf, heb ik het gezegd, en zegt ook achteraf, dit was niet nodig geweest. Ja. Ja. En kijk, het is niet dat hij daar niet hoort. Hij hoort er wel, want hij heeft wel van Robin Sirius geworden. En hij zit ook in dat rijtje, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus hij zeker een goede toevoeging voor Gloria. Maar dat zeggen, wat Remy zegt, toch? Prelims. En dan misschien nummer 7, 6 of nummer 9 en 8. Juist. En dan rustig langzaam opbouwen. Ja, want drie A-partijen. Want stel. Iets heel anders. Hij had 7 miljoen nog koud geslagen. Die hele divisie kon je weggooien. Die hele divisie. Of ze zouden zeggen, hey, maar nu wil ik. Ja. Maar nu wil ik tegen hem. Precies, dat zeiden we tegen elkaar. We van, die gasten dachten gelijk bellen van, hey Robbie, ik wil nu. Ja, nee man. Maar hoe hebben jullie overal, Glory 90? Hoe vonden jullie het? Leuke Glory. Ik was heel blij met die kaart. Ja, zeker. Leuke hoogtepunten. En als je kijkt, we hebben beslissingen gehad. We hebben TKO's gehad. We hebben KO's gehad. Ja. Dus alles zat er een beetje in de avond. Ja. Dus ik was erg blij met de avond. Maar ik moet ook wel zeggen hoor. Als ik kijk naar het afgelopen jaar dat we naar Glory zijn geweest. En er waren kaarten waarvan we dachten van... tenminste, op het oog was het niet echt een goede kaart. Maar eigenlijk elk event was wel leuk. Ja, kijk, toch, als we terugkijken voor dit jaar. Je moet kijken. Een mooi jaar gehad. Ja, een mooi kickboxjaar. Ja, want ze hebben dat echt ook mooi opgebouwd. Ja. Weet je waar? We dachten ook dat dit een beetje immuneur zou zijn, maar integendeel. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd naar 2024. Ja, als ze dit vasthouden en het wordt nog beter. Ik ook. Wordt lekker hoor. Ja, met concept. De plannen die ze nu aangekondigd hebben. Zo, zij zeggen van zo, ga er rustig achterover zitten. Pak je chips en je cola. Ja. En want het wordt echt rocken. Ja. Het wordt echt rocken komend jaar. Ja. Met Glory. Ja, ik ben er heel blij om. Want weet je, is die andere partijen, zoals ONE FC, maken ook stappen. Mm. Je ziet ook PFL, die heeft nu de gasten van Bellator overgenomen, weet je. Ja, die maken ook stappen. Dus er is wat gaande. Ja. Er is wat gaande in de wereld. En dit moest Glory doen om bij te blijven. Ja, zeker. Dus kijk, ik weet niet of het toedoen is van Maurice Holz, de nieuwe CEO. Ja. Maar met deze stappen maakt die impact. Ja. Het wordt maakt een, die echt impact. Wordt een leuk 2024 voor Glory. Ja. Zeker weten. Sluit hem af, of hebben we nog wat te vertellen over Glory? Over Glory. Glory kunnen we snel afsluiten. Ja. We hebben nog wat dit weekend was ook Anthony Joshua. Joshua? Ja. Wilder. Ja, ik zou je eerlijk zeggen, ik heb de wedstrijd nog niet gezien. Dus we hebben nog een beetje, met niet geluk. We wilden weggaan, maar hoe heet het? Direct. Uh-huh. Die band was ook in Ahoy. Ja. Dus we stonden bijna een half uur op de parkeerplaats voordat we weg konden. Ja. Meneer had snel een... je weet toch die mokros toch? Snel een borenplaatspassie. Dus kwamen we wel snel eruit op een gegeven moment. Ja. Dus, en toen keken we vanuit de telefoon keken we naar Joshua. Ja. Hebben we dat gezien. Wilder heb ik niet gezien. Ik heb alleen gezien hoe hij een paar keer geslagen werd. Uh-huh. Maar hij heeft verloren. Wie Wilder? Ja, Wilder heeft verloren. Wist je nog niet? Nee. Hij heeft verloren, man. Serieus? Ja, man. Wilder heeft verloren. Maar op KO? Volgens mij op punten. We hebben het allebei niet gezien. Nee, we hebben alleen Joshua gekeken. Alleen Joshua. Echt net op tijd, want ze kwamen net op. Ja. Toen hebben we Joshua gekeken, maar Wilder heb ik niet gezien. Ja. Maar Wilder heb ik niet gezien. Nee. Wilder volgens mij punten verloren. Ja. Joshua gewonnen. Dus dan heeft het geen zin om Wilder tegen Joshua te zetten. Zeg ik dat goed? Of zou die wedstrijd Het zal voor het publiek leuk promoten, zijn. Ja. Voor het publiek, gewoon een leuke hype, omdat ze allebei al jaren roepen. Ja. Maar ik zeg, ik heb Joshua gezien. Het zag er wel goed uit. Ja? Ja, voor mij tenminste beter dan wat hij eerst deed. Dat is de laatste paar wedstrijden. Want toen hij toch nog... voordat hij tegen Ruiz vocht, was hij nog best wel... was hij nog upcoming en deed hij het best wel goed. En na Ruiz ging het wat slechter, maar... Hij was gisteren wat aanvallender ook. Je zag gewoon heel bekeken. Je zag het wel wat dingen forceerde. Gewoon goed ze stoten timen en op het juiste moment gewoon erin gaan, waardoor hij zo die win heeft gepakt. Mm. Maar jullie moeten die rust checken.
Er is zo'n Rus, Mamoudov heet hij of zo. Mm-hmm. Ja. Ook op die kaart gestaan. Hij doet de hele tijd dit. Ja? Ja, alsof hij in een lab is gecreëerd. Ga die man checken, alsjeblieft. Ja, hij heeft wel verloren. Ja. Wel verloren. Maar die, als je naar hem kijkt, hij doet gewoon continu dit. Maar is hij goed? Het is een grote Rus. Hij wil verloren. Hij is wel goed, maar hij wil verloren op die moment. Ja, die andere is echt goed. Die andere waar hij tegen vroeg. Waarom ga ik naar hem kijken dan? Omdat hij heel omdat gek zijn hoofd doet. Hij is heel gek. Je dus moet ik moet naar iemand gaan kijken die gek doet. Nee, ja, nee, maar hij is goed. Hij is goed, maar hij volgt... Moeder, ik heb niks anders te doen. Omdat hij dit net zo hoog nee, je moet naar hem gaan. Als Reewit zou zeggen, hij doet dit, je moet hem checken. Zij zei, ja, checken. Nee, maar omdat als die andere... Als hij beter was dan die ander, dan kan hij het Hij is wel goed. Is dit als wanneer we zeggen... Hij is een entertainer. Je moet naar die ene rust kijken. Je moet naar die ene rust kijken die... Dus met één oog kijk je naar voren en de ander kijk je naar boven. Die ene sterke rust. Dus, hij komt ook uit die charme, met het rode. Want dan denk ik van, oh, ik moet aan een gozer gaan kijken die gek is, maar hij is wel, hij is maar is die maar, goed, is die goed? Welke? Die rust waar je het over hebt, die is ook... Ja, maar die is gek. Die is fucking goed, man. Die is fucking goed. Hij had wel verloren, toch? Nee, had gewonnen. Wij praten over mensen, althans, ik praat over mensen. Sluit hem af. Hey, nee, we moeten ook even een goede afsluiten, want dit is... hoe zie jij dit jaar, Remy? Afgelopen jaar, hoe was je jaar? Kickboxjaar of gewoon... Nee, gewoon alles, gewoon het jaar gewoon, afgelopen jaar. Ik heb een goed jaar gehad, de afsluiting was minder. Maar voor de rest in kickboxland was het een goed jaar. De kinderen zijn gezond. En dat is belangrijk, denk ik. Maar ja, de afsluiting was minder. Hè? Schoonvader verloren. Maar voor de rest heb ik echt een goed jaar gehad. Vrouw is gezond. Kinderen zijn gezond. Het geld stroomt mijn kant op. Dus ja, wat moet nog meer zeggen? Ja. Huh? Stroomt? Ja, zijn kant op. Bij mij kruipt het. Mij kruipt het weg. Het is een klein beetje. Wanneer hoor je zo hard schreeuwen? Ja, toch? Is die gevoelige snaar. We praten over grap. Maar ja, het stroomt zijn kant op. Ja. Bij ons kruipt het weg. En jou, ik heb ook een goed jaar gehad. Wanneer zijn we begonnen met Warrior Code? Vorig jaar ook. Maar ik weet niet of het september was of weet ik niet. We zijn al bij mij wel februari ergens of zo. Hoor. Ja. Wel vroeg. Ja. Ja. Nee, goed jaar gehad. Veel dingen meegemaakt. Leuke dingen. Getrouwd, mindere dingen getrouwd, verhuisd. Ja man, dat zit. Ja. Hoe was jouw jaar? Ja, ik ook. Hij begon wel turbulent en zo, maar... Ja? Ja, maar ik heb wel een goed jaar, man. Ja? Gezond en wel. Ja, man, ik heb... Eigenlijk als ik terugdenk, nu ineens, ik schiet het erboven. Ik heb wel een heftig jaar achter de rug. Want ik had wel een paar rechtszaken, ook met werk en zo. Het is wel allemaal gewonnen. Uh-huh. Dus dat was goed. Verhuisd. Kinderen gezond. Ja, iedereen gezond. Alleen, ik moet ook zeggen, net als wat jij zegt, Remy. Het einde wat minder, weet je. Natuurlijk, Remy's schoonvader. Mm. Een moeder van een kindje van Hero. Het is de overgrootoma van mijn kinderen. Die gaat niet goed. Dat kan ook elk moment. Dus kijk, op zich, de mensen die er nog zijn, zijn gezond en wel. Het kickboxjaar was ook goed. En wat dit heeft gedaan ook voor mij, hoe heet het, op de bank dit. Mm-hmm. Ja, dus zoveel plezier heeft dit ons gebracht. Ja, ja. Remy en ik hadden laat nog over, dit is nummer 55 of zo. Ja. Geen één keer, soms zaten Remy en ik hier om 12 uur in de nacht nog. Ja, ja. Geen één keer dat we hadden van, geen zin, man. Gewoon. En soms was het 3-4 uur s'nachts te editen. Ja, Remy moet veel. Zonder problemen, zonder problemen. Jij gaat om 12 uur slapen, Remy nog. Ja, dat is wel weer, als we hier klaar zijn, ik ga naar ons. Dan moet ik nog editen. Soms is het woensdagavond, toch? Yeah. Of donderdag zelfs, toch? Yeah. En dan ben ik gaan slapen en dan word ik wakker. Toch denk ik, Remy, is het gelukt? Yeah, 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 yeah. Je moet wel af zijn. Yeah, 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 yeah. Dus nee, maar mooi. Nee, toch wel, mooi jaar. Yeah. Ja, toch. Hey, mensen, ik ga jullie bedanken. Blijf ons steunen, want zonder jullie steun gaan we het niet redden. Dus we hebben echt een mooi jaar gehad. En we hopen dit volgend jaar gewoon voor te kunnen zetten. Dus blijf ons steunen, blijf ons comments geven. Blijf ons sturen. Blijf ons liken, maar niet liken, maar respect geven. Yeah. En fijn.
fijne jaarwisseling. Ja, fijne jaarwisseling. Mooie kerstdagen nog. Ja, beste wensen voor 2024. Nee, dit zenden we uit na 29, kerst. 29, nee. Ja, na kerst. Ja, na kerst. Ja. Dus met terugwerkende kracht. Kracht, ja. Fijne kerst, tot ziens. Oes. Boxaal. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com.